Ik kwam, uh, ik kwam even een beetje, een beetje praten. Mat mannen onder elkaar. Hè? Ik. Um, ik voel me een beetje. een beetje schu hè? Oh! Nee, neem me niet kwalijk. Nee, uh, poeh, ja, uh, mijn naam is Frederik de Groot. Frederik de Groot. Bekend. Nou, niet, niet zo bekend. Oh, sorry. Sorry. Nee, dat is niet zo aardig natuurlijk. Nou ja, een beetje bekend. Uh, nou ja, een beetje bekend. T televisie. Nee, dat zegt jou helemaal niks. Nee. Uh, de, de, de buis. Uh, dat is net zo'n lijst met uh, van, van zo'n zo omlijsting eromheen, waar dan bewegen de politie. Hè? Huh? Wat? Oh! Ja, nee, 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 nee dat klopt. Nee, nee, nee. Ik kom uit Beeldhoven. Ja, dat kun je horen. Ja, aan mijn spraak kun je dat horen. Maar ik, ik woon hier al een tijdje, hoor. Jo, 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 jo. Ja, ik woon hier al een tijdje. Ik ben hier zelfs uh, getrouwd. Ja, tweede, derde relatie. Je kent dat wel. Ja, He? ja, ja. ja Daarnaast, daar, daar, daar. uh, dus, dus het beeld daar, want daar kijk je ook altijd. Dan, dan links of van hieruit gezien helemaal recht beneden. Dat was een hele leuke vrijdagmiddag. Heel, heel weinig mensen zonnige dag. Wat? Oh, dat ken je niet. Oh, dat ken je. Jij bent pas één keer getrouwd geweest. Zo. Wauw. Oh. Vier jaar man. Vier tropenjaren. Zo. Wat? Toen was je al dood. 42. Ja, we kunnen weten natuurlijk. Hè. 42. Ja, zo, 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 zo. Ja, ik ben uh, 66. Ja. <laughs> ja, ja, 66. Een babyboomer. Ba baby, baby, baby. Nee, dat zeg je ook allemaal niks natuurlijk. Babyboomen, dat zeg je ook allemaal. Dat is Engels, babyboomers, dat babyboom, boom boom Dat komt van het Engels, dat komt van uit de Tweede Wereldoorlog. Toen waren er allemaal heel veel mensen, heel veel mannen waren dood. En toen na die oorlog waren er heel veel kinderen. Ja, oh, oorlog. zeg je ook al niks? 40, 45, oh nee, heb je niet opgelet. Oké, okay, maar wacht even. Ho, 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 ho. Had je toch in 1944, had je toch daar op zijn minst, hier om de hoek bij de grote kerk, had je toch, 1944 had je vijf, tum, tum schoten kunnen horen. Vijf mannen dood, gefuseerd. Als je een beetje had opgelet, oké, okay. hebben we het niet meer over. Die oorlog hebben we het niet meer over. Die ouders van ons, als komen we er nooit, als komen we er nooit uit, uit dit gesprek. En trouwens, tussen haakjes, hè, wie zwijgt, Semtouche en ik zeg, dan weet ik het allemaal wel. Goed, dus die ouders die ouders van, van ons hebben de boel een beetje opgebouwd. En wij, dat zijn dus die, die babyboomers. Die babyboomers, die hebben de boel een beetje, nou, flauwe, pauwe, uh, provo... Links-idealisme, idealisme vanavond met z'n allen een beetje gemaakt, dat heet dan pragmatisch idealisme. Onze kinderen een beetje vrij opgevoed, die hebben hier allemaal een tijd geleden allemaal tegen de, tegen de sokkel staan pissen. De kinderen van die kinderen, nou ja, die zijn helemaal niet meer bij te houden, want die zuipen, die coma-zuipen, het heet de Blauwe Steen tegenwoordig, en die, die vallen brandweermensen, verplegers, lastigers, hulp, nou, et cetera. Wij, hè? Oh nee, 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 nee. Wij, wij maken daar niet zoveel drukte over. Kijk, wij zitten, we hebben het gemaakt, we zitten met z'n allen. Keurig die babyboomers dan. Hè, zitten met een tweede, derde huis. Hypotheekkeurig geregeld. Als God in Frankrijk. Ja, allemaal hypotheken geregeld. Pensioenen goed geregeld. Wat? Alles leeg. Oh nee, leeg nee sorry, sorry. Sorry, sorry. Oeh, gevoelig jij ja, hoor. Gevoelig. Nee, la, la, laat mij nog even. Hè. Dus die babyboomers, let op. Die babyboomers. Die, uh, die worden dus ouder. En dan gaan ze straks. gaan ze. Zich laten opvangen in sterfhuizen. En dan gaan ze al hun dvd's. Want ze hebben heel veel van zichzelf opgenomen. De eerste generatie die heel veel beelden van zichzelf heeft. Dat zetten ze allemaal op harddisk. Dat zetten ze boem in een grafsteen. Zodat later de kinderen en de kleinkinderen op. met één druk op de knop. naar hun eeuwige pa-opa kunnen kijken. met eronder onder de score Bridge over Troubled Water. Ja. Ja. Wat. Oh, wat? Trouwens, dat, oh, dat was een vergeten. Ja, oh, was... ja, 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 ja. Trouwens, dat is je vrouw, Eva. Ja, ja vier jaar getrouwd geweest, maar. Ja. Weet je, trouwens, eh, voordat ik het vergeet, hè, wij babyboomers, toen, hè, toen we nog heel idealistisch waren, dus niet pragmatisch, maar idealistisch-idealistisch, hebben wij nog geprobeerd in de jaren zeventig jou hier van je sokkel af te halen. Ja, wat? Ja. Ja, en nou ja, daarvoor, daarvoor begon ik ook dat ik me een beetje schuldig voel. Ja. Jij vraagt je af of wij babyboomers niet met al dat, die pensioenen die weg zijn enzovoort enzovoort... ...of wij de hand niet in zijn eigen boezem zouden moeten steken. Oké. Okay. Ja. Trouwens. Over boezems gesproken. Haha, over boezems gesproken. Het is 1629. Het is echt gebeurd dit verhaal. Ja, 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 ja. Wie zwijgt stemt toe. Hè? 1629. Je staat s'ochtends heel vroeg op. En je bent in vol ornaat. En je gaat met jouw mannelijke loop ga je naar het fort. Daar, kijk. Om het fort te inspecteren. Want jij verwacht een aanval, een tweede belegering van de sultan van Matarab. 90.000 man. Sterk, ja. En je komt eraan en je hebt al een aantal dagen al het riet, heb je laten wegbrannen. Zodat niemand zich kan verstoppen. En alle voedselpakketjes, dat allemaal door de Javanen is neergelegd, heb je allemaal laten vergiftigen. En nu al weggehaald. Zo heb je de eerste beleg, heb je overleefd. En met jouw enorme concentratie en met je enorme strategisch talent. inspecteer jij de hele ochtend tot in het begin van de middag. de verdediging van je eigen, waar je zo trots op bent, Batavia. En daarna ga je terug. Je gaat terug naar je paleis. Je komt aan en ineens komt daar een aantal mensen van je, van je personeel naar je toe. Toen en doe en doe en En uit je ooghoek, want niets ontgaat jou. Typeren, niets ontgaat jou. Zie je, uit je paleis zie je die hele jonge Vaandrig, Pieter Kortenhoef. C-F. Zie jij je paleis uitrennen? Klopt. En alleen. Zijn broek heeft hij nog aan. Je stuurt er een diener achteraan om hem te laten arresteren. Je rent naar boven, want er is heel veel gegil. Je trekt je zwaard. En je kijkt... naar een meisje van twaalf jaar... met alleen de sarong nog aan. En Eva... Je vrouw, die heeft er in een houtgreep en die roept, vloerig, vloerig, hoor ik het, hoor ik het. Jij, moet je even voorstellen. Jij, de man van dispareert niet. Hier kan iets groots worden verricht. De slachter van hm. Sorry, neem me niet kwalijk. Dat hadden uh, dat, we... Uh, dat banda gaan we het nou niet over hebben. Dat doen al andere mensen vandaag de hele dag. Dat doen we allemaal niet. Maar trouwens, de slachter van banda, die hele kreet, heb je wel een beetje gelijk in. Ik kwam pas veel later, was je lang dood. Ja, vorige eeuw begin vorige eeuw. Dat kwam door die hoe heet die man weer? God, 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 God. Hoe heet die weer? Ja, de dichter Slauwerhof, zeeman. Die heeft een stukje over jou geschreven. Ja. Dus jij moet je even voorstellen. De man. Die heel Zuidoost-Azië heeft schoongeveegd van de Spanjaarden. De Engelsen, de Portugezen, de Japanners op hun plaats gezet. De Chinezen in een handelskordon gezet. De bedwinger van heel Indië. Hier, hier hang je. De bedwinger van heel Indië. Die staat aan met getrokken zwaard en kijkt onverwacht. Ongevraagd naar de blote tietjes. Van zijn pleegdochter. Sarah, Sarah Spex. Het kind van Jacques Spex, voor de Japan. Had een vrouw, had een kind, dit kind verwekt bij een Japanse vrouw. Half bloedje. Hoe, 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 helemaal fout in die tijd. Nou dan! Ja, later toen je dood was toen. Ho, hadden ze al die half bloedjes wel nodig. En dankzij dat ongedisciplineerde gedrag van die Jacques Spex... Krijgt dat kind, hij gaat terug naar Amsterdam, van Japan uit, komt langs bij Batavia, en krijgt dat kind, dat pleegkind, Sarah Speks, 12 jaar. Krijgt onderdak in het paleis van de gouverneur-generaal van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, Jan Pieterszoon Koen. Het je kind, maar weet. Majesteit, schen het! Je bent zo kwaad. Je bent zo onvoorstelbaar kwaad. Tijdens het nachtelijk overleg met een dominee, met een raadsman, een advocaat. Je bent zo onvoorstelbaar kwaad. Niemand heeft je ooit zo kwaad gezien dat het, het, het bloed uit je ogen druipt. En je, 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 je snor die zit, die zit onder het spuug en gaat er zelfs scheef van zitten. Je bent zo kwaad dat je je veto-recht gebruikt. En je roept Sarah Spek sparen. Riekt naar voorkeur. Willekeur. En haar sparen, dat zou de, de, de Mataram... de sultan van Mataram er wel eens kunnen toe verleiden... om nu, vannacht, morgen, meteen aan te vallen. 80, 90 90.000 javaan om jou van het eiland af te krijgen. Je gebruikt je veto-recht. En de volgende dag... Iedereen is verbijsterd. De volgende dag vroeg. Kortenhoef, Pieter Kortenhoef, 16 jaar oud. Onthoofd. En Sarah, spekt Verdrinkingsdood in een ton. Je vergist je. Ja, dat wou je. Verdrinkingsdood, je eigen pleegdochter verdrinkingsdood in een ton. Dat is de eerste keer in je leven dat je je vergist. Je bent intelligent, generaal, gouverneur. De doodstraf in die tijd: 14 jaar, zij was 12. Hoe zou dat nou komen, toch? He? Seksuele jaloezie. Of was het het begin van een ziekte die zich in je bloedstroom begon te openbaren, hoe het ook zij? Je moest bakzeil, mooie, mooie analoge, heel mooi beeld, hè? bakzeil halen. Jij, gouverneur-generaal van de Verenigde Oost-Indische Kampioen, moest bakzeil halen. En je liet Sarah Specks geeselen. Maar met open deuren in het openbaar en daarna werd zij verbannen. Ik weet niet hoe het kwam, misschien hoe het ook zei, seksuele jaloezie waar ik het net over had. Ik weet niet hoe het kwam, maar in ieder geval je wilskracht was ineens gebroken. Kwam het daardoor dat je je lichaam vreemde stoffen toeliet? Hoe het ook zei, hoe het ook zei, je ging een paar dagen later eten, eten je. Je voelde je niet lekker, je zei: Ik wil naar bed. Je ging op bed liggen. En een aantal uren later, 42 jaar, was je dood. En de volgende dag. Toeval bestaat toch niet, denk ik. Helemaal vanuit Amsterdam, moet je je even voorstellen. Helemaal vanuit Amsterdam. De volgende dag ligt aan de reden. Het schip van Jaak Speks wordt, ironie der ironie, jouw opvolger. En neemt de zaak van Sarah Speks heel hoog op. De republiek heeft veel verdriet en daarmee is jouw historische plek, heroïsche plek, je wezenlijke plek in de Nederlandse, geschiedenis, vaderlandse geschiedenis voorgoed. voorbij. Ja... Nou uh... ah ja, je zegt niks. Kijk, weet je waar ik aan zat te denken? Daarom kwam ik binnen hier. En toen dacht ik: ik wil even met je praten, mannen onder elkaar. Wie zwijgt, stem toe. Ik dacht bij mezelf: weet je, dat gezeur over die sokkel hier. Hè? Weet je, misschien zouden ze ons, onze generatie, de babyboomers van een sokkel moeten halen. Ik bedoel, ik doe straks is het zo dat de kinderen van onze kinderen, van de kleinkinderen, dat die straks niet meer kunnen eten. Dat ze moeten rondlopen met. Kapjes vanwege de vieze lucht, Ik bedoel, dat ze, dat ze, dat ze onze grafstenen kapot, dat ze onze zerken kapot slaan. Ook onze filmpjes, Bridge over Troubled Water. Omdat ze op zoek zijn naar een flesje drinkbaar water. Omdat ze hun geen huizen kunnen kopen, omdat ze... Geen hypotheek kunnen halen, krijgen bij de banken en dat ze hun slaapkamers hebben behangen. Met eurobiljarten. Hé, hey, ik uh, stop ermee. Ja, dat is leuk je even gesproken te hebben. See you. Hé? Hey? Wat, wat zeg je nou? Je vindt het allemaal wel... Oké, okay, wat ik gezegd heb, maar. Oh. Het enige waar je bezwaar tegen hebt. is dat ik gezegd heb dat je snor schreef, zat. Zo. Ja. Ja, en nou, nou vraag jij je af. Ik geloof dat dat West-Fries is, ik weet het niet zeker. Wat zeg je daarop? Is dat nog nodig? Was dat nog nodig? Ja. Ja, dat. Uh... Ja, was nodig. Hé, hey, was uh, leuk met je te praten. See you.